Welkom bij dag 10 van de Budget Challenge. Vandaag ga ik bekendmaken hoeveel geld we tot nu toe hebben opgehaald. Wij leven ondertussen 10 dagen met een beperkt budget. Daarnaast halen we met deze video's en onze webshop geld op voor een mooi doel. Hoe dit ons afgaat en hoeveel geld we ondertussen hebben opgehaald, dat ga je zien in deze video. Ik heb net een mailtje gekregen van het Armoedefonds. Ik heb de tikkie, ik weet hoeveel het is. Ik ga even op Guylaine wachten, dat ze het ook hoort. Er zijn een mooi aantal donaties binnengekomen. Er zijn er 276 binnengekomen. En wat denk je dat het bedrag is? €752,92 in 24 uur. Zo. Holy shit, dat is fucking veel. Mocht je nou denken van joh, ik wil dat tikje ook betalen, vanaf 10 cent, 5 cent mag je het al doen. Dan ga ik even laten weten hoeveel we in totaal hebben opgehaald. Moet ik even uitrekenen, jongens. Terwijl Alwin de berekening aan het maken is, gaan wij lekker boodschappen doen. En verder met de rest van onze dag. We nemen trouwens even die flessen mee van de week. Want de mensen zeiden van, ja, bij de hoogte kan je die beter inleveren. Want die scannen beter blijkbaar. En de Aldi had ook gekund. Oh, we moeten trouwens ook naar de Action, de Kruidvat. Want de Kruidvat had de goedkoopste wc-papier. En de Action heeft de goedkoopste... Citronella. Ik weet eigenlijk niet of citronella een spuit is. Denk het niet eigenlijk. Ik denk dat de fles... En we hadden nog iets wat we moesten halen, maar dat weet ik even niet meer. Ja. Oh, spuitlak. Dat is wel voor die dingen te verkopen. Nee, dat wil ik niet. Oh, en daar trouwens, de meest gelikte reactie tot nu toe, die al 200 of bijna 300 keer gelikt is, is dat ik €15 eruit mag halen en voor de rest alles in de pot voor het goede doel ga doen. Betekent dat... De komende 24 uur kan je bieden op de fase. De link naar Marktplaats staat in de beschrijving. Succes! Waarom staat daar een... Ja, schat, je snapt zelf wel dat die niet werkt natuurlijk. Dat weet jij niet. Ja, die zal nog niet meer werken inderdaad. Ik vind dat jij iets veel de touwtjes in de handen hebt vandaag. En natuurlijk gaan we nog flesjes rapen als we ze zien. En we lopen nu langs de school. Ik hoop dat het hier is. Maar ik vind dit altijd wel een goed opgeruimde school. De bakken zijn wel open in ieder geval. Was van de week niet. Ik moet zeggen, we hebben gisteren dus geen flessen geraapt. En ik mis het wel een klein beetje. Nee, ook niet. Het is heel weinig hier trouwens. Ik denk dat heel veel kinderen, leerlingen, over het algemeen blikjes kopen. De aanbieding die we nu gaan halen, hebben jullie trouwens geen reet aan. Want die is morgen afgelopen, dacht ik. Bij de Hoogvliet 1 plus 1 gratis. Van die kaasburgers wilde je toch? Die Vera, ja. Die Vera, heerlijk. Rietjes. En morgen gaan we ook nog eens een keer heel vroeg in de ochtend naar de Jumbo toe. Kijken of dan die bak wat voller is. Dus zo heb je 2 dagen toch gevuld weer met boodschappen. Hey. Leuk. Neem we gewoon 2 kaasnietjes? Of neem we wat anders? Wel het lekkerst. Ja, hè? 2,65. Dat had ik al ingecalculeerd. Toppertje. Hier niet. Nou, we hebben 15 cent hoor. Toppertje. Zo, en de eerste deal is binnen. 15 cent ook nog eens ingeleverd. De andere fles die kon echt niet doorheen helaas. Ik wil niet meer terug naar binnen, maar de yoghurt is 10 cent duurder geworden in een week. Oh, wat staat er bij? €2,09. Weet je zeker dat het niet... Ja, nee, het stond €2,09, want ik heb gekeken. Hè. We hebben dus wat tips gekregen over het wc-papier vandaag. Bedankt daarvoor. Wij kunnen niet hele grote bulken in gaan kopen, dus we gaan wel voor 2 personen. Volgens mij was er eentje van 6 rollen. Voor €1,89, wat op zich een mooie deal is. En ik dacht dat het bij de Kruidvat was, maar het kan ook bij de Action zijn. We gaan eerst even naar de Kruidvat om te kijken wat de deals daar zijn. Dan lopen we door naar de Action om het even te vergelijken. Goedkoopste van de goedkoopste deals willen we hebben. Ja, dit ziet er niet uit als hele goedkoop toiletpapier. Nee. Dit is mijn favorietje, 1 plus 1 gratis. Oeh, die is wel heel duur. Oef. Die is echt heel duur. Het is me serieus nog nooit opgevallen dat die zo duur is trouwens, hè? Ja, dan moet ik wel echt goedkoper gaan, want dat kunnen we nu niet betalen. Oh, hier hebben we ook wax. Dat is wel een stuk goedkoper. Super strong wax van de Kruidvat. Voor €1,79. Ik hoop dat die goed gaat zijn. We gaan het zien. Als mijn haar er morgen niet uitziet, dan weten jullie waar het van komt. Dat is een goeie. Iemand zei dat hier vernis was. Oh ja, hier. €2,99. Dat is goedkoop voor stokdag. Oké. Hout, metaal, aluminium, glas, steen. Ja, steen. Ja, en dan hebben we nog citronella voor 68 cent. Nou, toppertje. Zijn we toch weer budget bezig met? €1,98. Dit is voor deo, hè? Ik vind het allemaal wel duur. Persoonlijk. Zullen we even kijken naar een ander? Ik heb nog een klein druppeltje namelijk. We zijn €5 kwijt, jongens. 5 eetjes. We hebben toch wel aardig wat gekocht nu, vind ik. Ja, toch? Ja. Okay, we vinden voor de triflip ineens een hele berg zooi op straat. We gaan even rond snuffelen. Iets kunnen doorverpatsen. Dat tafeltje misschien? Ja, best wel geinig trouwens. Oh, ga je een tafeltje toch? Moeten we die niet meer innemen? Ik denk dat ik die wel voor meeslepen. Dat is wel een goede vangst, hè? Zo, hij is leuk. Heel leuk die. Is die te zwaar of niet? Nee hoor. Oké. Okay. Grappig ding. Hele manden. Ja, is wel een beetje groot, hè? Beetje langwerpig, hè? Ja, daar heb je niks aan, joh. Ik denk dat dit tafeltje goed is, hoor. Gratis, meid. Gratis. Let's go. Oh, hij komt al, schat. Ja, net op tijd. Ik kon het net ophalen allemaal. Tafel. Ja, lekker hoor, meis. Toevallig hadden we het gisteren over dat we nog wilden gaan triflippen en dan 1 video maken waarin we een week lang dit doen en te kijken wat we ervan terugkrijgen.
Maar ik denk dat dit nog wel te doen is, deze. Ja, zeker. Tientje misschien? Denk het wel. Toch? Fucking nice. Hier hebben we alle spullen die we nodig hadden. Ik had trouwens gezien dat ik de portemonnee gisteren niet helemaal goed had gedaan. Dit hebben we nog over met het verkoop van de statiegeldflesjes en nu alle boodschappen eraf. Is dit nog het bedrag wat we de komende week kunnen gebruiken? Eten kan op de tafeltje staan. Hij heeft wel een klein beetje schade. Waterschade, je zal het al zien zo. We gaan nog proberen om dat te verhelpen als dat kan. Hè, Freek? Maar op zich nu wel handig. Kijk, ik kan gewoon hier eten. Nou, geweldig dit. Nu, kan dit erop zetten? Kijk jongens, dit is de tafel die wij bestaan en we dachten van nou, dan houden we deze gewoon. Denk jij daarvan? Ja, maar deze tafel heb ik gekregen van mama. Ja, dus die moet je dan ook teruggeven. Nou ja, goed. Maar dan, ja, dan hebben we niet echt een triflip gedaan nu. Groot kind. Jezus. Ja, maar het komt, oh ja, het komt hier omhoog. Nee, het is een soort van MDF of zo, denk ik. Hier zit het echt omhoog, zie je het? Nou ja, op zich wel een goede triflip, toch? Jij noemt alles triflip. Kilo niet? Geen kilo aan die lieve potten. Ze zijn niet rot hoor, schat. Ze zijn gewoon goed. Deze ook gewoon goed. Hoeveel denk je dat het een kilo is, man? 1,20. Dus moet daar een ventje uit. 91 cent. En nu daar bij de Dirk, en hoeveel dingen hebben we daar? Toch wel een paar, hè? Mayo. Wraps. Wraps. Nog iets. Spersiebonen. Spersiebonen. Van alles. We zijn weer terug bij onze oude plek. Het is in. Het is in. Ja. Het is nu niet zo druk, want de nieuwe aanbiedingen zijn nog niet. Oké. Okay. Alles heen. Oh, dat is een goeie. Ga ervoor, schat. Ja. Oh, deze hele week. Met uitzondering van extra dry. Nee, dat is alleen deze. Nee, okay. Nee, dit is goed. Hey, alles voor 1,50. Je moet even wat implant. Dekpleistertje. Deelrollers van Nivea. Die dry. Heb je altijd. Ja, die heb ik altijd. Zou ik die doen? Ja, maar die is open. Nee. Wie? Nee, die is 1+1. Nee, allebei niet. Dan de Sensitive. Odorex. Dit zijn die van de euro, toch? Klopt, ja, kijk toch. Oké, nou die dan graag. Hé, hey, toch wel, hè? Eurotje. Hé. Hey. Vind jij trekpleister ja, leuk? Ik ben hier in de buurt. Nou, hier toch? Bij de plus, maar hier dan. Hé, hey, ik ben benieuwd, schat, of die er nog is. Je favorietje. We hebben hem wel nodig namelijk nog. Want je gaat zo snel door die pak heen. Dit zijn de wrappies, jongens, voor een euro. Toppetje, heb je een leuke recepten mee. 59 centjes. Dit vind je even fantastisch, hè? Ja. Yeah. Wat wij normaal best wel zouden kunnen kopen, maar als je nu kijkt... Gewoon die Oreo cheesecake is 3,50. Die is 3,50, die Oreo cheesecake. Die volle melk is wel weg. Hey, hier, slagroom. Ah. Hey, hier hebben ze allemaal dingen, joh. Hier, spekbeuntjes. 77 cent. Ja, maar dat zijn de enige echt goedkope. Wat? Dit? Ik wil een bloepel was zo'n 1,78 al. Ja, goeie. Ze hebben hier overdingen, joh. Oversnacks? Wist ik helemaal niet dat ze die van de Dirk hadden. Een medewerker die ook op de video's keek, die zei van... Ja, ik vind het jammer dat jullie van de Dirk heel vaak niet deden. Toen zei ik van ja, ik wist niet dat er een Dirk in de buurt hier zat überhaupt. Nu weet ik dat ik die ook kan meenemen. Is, Die is ook weg, hè? Okay. Ja. Jammer. Ons ijs, schat. Maar dan heb je morgen geen toetje. Ja, maar dan gaan we komen bij die andere, toch? Ah ja, dat is waar. Ik hoop niet dat ze het ijs daar ook op hebben gemaakt. Ik zag best wel veel mensen die niet hier in de buurt wonen, dat ze jaloers waren dat wij een Dirk hadden. Omdat die zo goedkoop is in heel veel dingen. 1,55. Zo, dat is een goede pot. Voorlopig hadden we het voldoende. Dat is wel een beetje Dirk deze. Dat is heel netjes deze. Ja. En die inleidt ze dan ook. Ja, ze zijn tegenwoordig echt netjes. Want voorheen waren het echt scheidwinkels. En mijn vader ging er altijd heen. En mijn moeder trouwens ook. Gaan ze even vernissen. Wel benieuwd hoor, met de lakkie erop. Of het dan zo mooi blijft. Nu 10 minuten wachten. Zo goed? Mensen van de Lidl en de Dirk. We hebben de verliezerslagen even opgezet. Bij de Dirk waren we 8,75 kwijt. Bij de Lidl waren we 1 of 93 cent kwijt. Want het was een kilo appelen voor 1 euro. Morgen gaan we om 7 uur 's ochtends naar de Dirk toe. Want ze hebben een aanbieding. Namelijk 4 kilo aardappelen. Je hoort het goed. 4 kilo aardappelen voor 2 euro. Nou, daar kunnen we tot het einde van de budget challenge mee doen. Ik wil namelijk ook die soep even maken weer voor de foto. Vanavond maak ik weer een soep, een courgette soep. Als die lekker genoeg is, gaat die ook een kookboek in. Het kookboek gaat ongeveer 10 receptjes bevatten. En ja, wat ga ik ervoor vragen? 2 euro of zo, weet je wel. Dus alleen maar om de pot te spekken. Ik vind het, ik moet zeggen, we hebben hem van de straat afgehaald. Ik vind het best wel een handig ding eigenlijk. Hij is leuk, hè? Ja. Om even te zien hoe we erbij zitten. Ik
kijk. Ziet er een beetje gek uit we eigenlijk. We hebben gewoon een eettafel hoor. Maar... We hebben een hele mooie eettafel. We hebben geen uitleg voor eigenlijk. Nee, we hebben een slechte uitleg. We zitten eigenlijk altijd hier. Het is best wel slecht eigenlijk als je erover nadenkt. Nee, we hebben courgette soepie. Heb ik net even gemaakt van de courgette die we bij de Aldi vandaag hebben gehaald. En een tosti. En Guilaine gaat gelijk voor het lekkerste. Ik mis iets. Hij is wel zout genoeg, vind ik zelf. Oh, nee. Lekker. Heb je hem wel lekker? Ja. Oh, als ik hem nu zo proef, vind ik hem eigenlijk ook wel lekker. Ik hoef geen niet meer hoor. Peper of zout. Deze gaan we niet meer terugflippen hoor. Ik wil deze houden. Ja, echt? Ik vind hem leuk. Ja? Zo handig hier bij de bank. We gaan lekker even een vlogje kijken. Want dat is gratis. Op YouTube. Ja, ik vind het wel handig dit. Maar als je nu dit naar hier schuiven en jij een beetje aan de kant gaat. Ben je niet bang dat dit dadelijk iemand is overleden en dat die spirit hierin is gaan zitten? Nee, die gaan niet in nieuwe dingen zitten. Niet in... Het is altijd in oude kasten. Zo. In totaal hebben we opgehaald, schat. 3417,62. 3417 euro. We zijn er over de helft heen. We zijn echt ver over de helft heen. 3417 euro, jongens. En dat hebben we met z'n allen opgehaald. Dat is echt bizar. En doordat jullie gekeken hebben, gesupport hebben, planners hebben gekocht, van alles, tikjes hebben betaald. Nou, dat is echt bizar. 3417,62. Ik ben er een beetje stil van.